Michel, Grand Prix van Mexico uh, gehad. Max, op uh, grandioze wijze gewonnen. Hoe heb jij hem beleefd, die race? Ja, nou, het mooiste was natuurlijk uh, het feit dat hij met de start gewoon iedereen uitremde. Want dat lijkt wel of hij tegen een paar amateurs aan het race is. Maar daaruit blijkt wel de, de klasse van, uh, van Max. Want ongelooflijk wat hij deed. Natuurlijk reed hij wel aan de ideale lijnkant. Maar desalniettemin, het was zo'n groot verschil. Uh, reed er uiteindelijk bijna achter, een beetje ernaast. En ja, en dan toch nog even, en het frappante was er ook dat hij uiteindelijk met het opschakelen ging het eventjes gelijk op. En toen ineens, bij drie, vier, ik weet niet welke versnelling die er toen ging, ja, zag je ineens dat hij ook ietsje harder ging lopen. Dus uh, motorisch zijn ze denk ik ook al aardig in weer. Als je de actie ziet van Bottas, die laat wel de ruimte aan de linkerkant en dan ja, is Max natuurlijk als een kipper bij om daarin te duiken. Ja, dat zijn uh, split moments, maar ik ik weet het niet uh, of hij dat nou met de opzet doet, want misschien bedoel je dat wel. Uh, want ja, er is natuurlijk altijd een beetje rancune en, en dat zal ook wel, uh, het is ook vervelend dat hij natuurlijk weg daar moet. Uh, maar ja, hij zat natuurlijk ook naar, uh, naar Hamilton te kijken en hij had het misschien ook niet verwacht. Hè, want Max kwam uh, gelijk weg, ze hadden allemaal dezelfde moment van wegrijden. Toen het licht uitging. Dus misschien had hij het ook domweg niet verwacht. Maar hij had natuurlijk beter even een stukje naar links kunnen gaan. Dan was hij in ieder geval niet voorgekomen. Ja, Dat bot als en Hamilton voor Max zaten. Dus doelend op de kwalificatie. Hoe heb je dat gekeken zaterdag? Ja, dat was uh, frappant. Ik weet niet waarom dat uh, geschiet is. Het uh, is natuurlijk uh, zo dat het zijn ook maar kleine verschilletjes zijn. En dan uh, maak je je heel erg zorgen... Maar telkens blijkt toch wel weer dat Max op de een of andere manier nog het, uh, het onderste uit de kan haalt. En die, die fixt er dan wel. Maar het was wel raar eigenlijk dat dat gebeurde, ja. Dat Red Bull na afloop zo'n feest viert. Natuurlijk ook omdat Perez zijn eigen land rijdt. Maar dat feest, dat zegt denk ik ook best wel veel. Ja, dat is natuurlijk voor alles goed. Hè. Iedereen is zo dol enthousiast daar. Die gaan nu weer zoveel, met zoveel moed naar Brazilië. Dat kan allemaal haast niet meer missen. Dat is natuurlijk fantastisch hoe de... Hoe, die, uh, hoe dit hele team zich ontwikkeld heeft. Uh, uiteindelijk zijn ze dan weer sneller. Dus uh, ja, mooi. En dat, dat helpt weer uh, aanstaande week. Ja, we gaan naar Brazilië nog, nog vier races te gaan. Jij ziet het niet meer mis, misgaan? Nou ja, je moet natuurlijk oppassen dat je geen uitval hebt. Er uh, kan natuurlijk toch iets gebeuren met de motoren. Maar hij hoeft in ieder geval geen uh, motoren te wisselen. Als het goed is. Ze dus, hebben denk ik nog motoren die, uh, die nog kunnen rijden. Dus. Uh, ja, dat is het enige uitval en voor de rest, als hij een keertje tweede wordt achter Hamilton, nou ja, dat hoeft dan ook niet meteen te betekenen dat hij geen wereldkampioen wordt. Dus, maar spannend blijft het wel, ja. En ja, de reactie van, van Mercedes gisteren? Hamilton, nadat hij uitstapte, heel erg balend. Toto wolf hetzelfde? Ja, ik vind Hamilton een, een bar slechte verliezer. Hij moet zich anders gaan gedragen. En ja, Toto Wolf, ja, vind ik ook. Uh, ja, hoe Hamilton ook Max feliciteerde, weet je wel. Hij, hij liep tegenaan bij de weegschaal. En dan moest hij even zo'n vuistje geven. Maar ja, dat doe even normaal. En, uh, het is toch niet zo dat je altijd maar vijanden bent. is wel de teleurstelling van een echte sportman die graag wil winnen misschien. Ja, dat wel. Maar. Uh... Uh, hij heeft zat gewonnen en hij moet ook accepteren dat er eens keer iemand anders komt. Hij heeft het gewoon moeilijk en hij maakt foutjes dit jaar. Uh, dus ja, dat is toch al een andere situatie voor hem. We gaan naar Brazilië in uh, Max, natuurlijk, ook uh, geweldige dingen laten zien daar. Uh, wat verwacht je van komend weekend? Ik denk dezelfde uitslag voor de, uh, voor de eerste en tweede plek. Alleen de derde plek, dat hangt een beetje. Op Peres en, uh, en Bottas, denk ik. Uh, de rest, en dat vind ik wel een beetje teleurstellend. De rest kan er toch niet bijhouden. Die zitten toch ver achter alles. Dat is wel heel erg jammer. Het, uh, het veld ligt te ver uit elkaar. Feitelijk ligt Max ook een heel eind voor. En ja, dat is eigenlijk raar dat dat gebeurt.